Man rennt es rennt, ein Jonas. Je had vast wel een speler gelijk. Tevreden met dat puntje? Nee, uiteindelijk ben je nooit tevreden met een 0-0. Want je hebt altijd heb je mogelijkheden om doelpunten te kunnen maken. Nou, we zijn een paar keer dichtbij geweest, een buitenspeldoelpunt geloof ik. En helaas heeft het niet zo mogen zijn. Met St. Paulus, het puntje gewonnen of verloren, hoe zie je het? Ja, ik weet niet echt wat ik ervan moet denken. Op zich denk ik geen slecht resultaat, 0-0 thuis. Maar ja, natuurlijk, je wilt altijd winnen en ik denk dat we wel de mogelijkheden gehad hebben om te scoren. Ja, hun ook, maar ik ben niet ontevreden met 0-0, maar ik had liever willen winnen. Het begon spectaculair, de eerste 3 minuten, de afgekeurde goal, bal op de paal. Wat daarna was heel lang niks. Ja, klopt. Hun hadden wel denk ik beter van het spel in de eerste helft. Ik schrok wel een beetje van die kans gelijk in het begin. Maar daarna hebben we denk ik niet veel weggegeven. Misschien dat ze de bal wel wat meer hadden, maar er kwam niet echt kans uit. Ja, we wouden geduldig spelen, want we wisten dat hun een beetje in gingen zakken en hun wachten op de fouten van ons. En dan komen ze er razendsnel uit natuurlijk met die jongens voor hun. En onze taak om geen balverlies te leiden op eigen helft of voor verdediging. Ik denk dat dat niet het geval is geweest, dus daarom hebben we wat geduldiger gespeeld. Kan het zijn dat het soms wat zoekend oogt, dat we niet weten wat... Maar ik denk dat we juist wel wisten dat we gewoon rustig en wachten op het goede moment. Ik zie ook die kans wat ik nog net voor rust krijg, dat we die bal gewoon 2-3 minuten gewoon achterin rond spelen. Ja, je hoort het publiek dan een beetje dat we naar voren willen, maar daar komt wel die kans uit uiteindelijk. Dat hebben we goed gedaan, denk ik. Maakt in principe niet zo heel veel uit hoe je de mogelijkheden creëert. Uiteindelijk begrijp ik wel dat mensen willen zien dat je snel afjaagt en de boel op voor hoog druk zet. Maar goed, dat is niet altijd mogelijk. Kijk, je hebt ook te maken met een tegenstander en die maken dat soms moeilijk en dan is dat niet altijd mogelijk. Dus. Je speelt in de spits, maar misten jullie ook een spits? Ja, ik weet niet. In het systeem wat wij spelen heb je gewoon 2 spelers voorin nodig die het balletje vast kunnen houden en willen voetballen. Misschien missen we een spits, misschien ook niet. We hebben vandaag ook weer kans gehad, dus weet ik niet. Het leek me handig geweest als je iemand had die voor in de bal kon vasthouden en dat de rest dan mee kon sluiten. Ja, klopt, ik ben natuurlijk niet de echte spits en Edje is ook een buitenspeler, maar ja, we vullen het goed in, vind ik. En we werken hard en het kan misschien dat we een spits nodig hebben of niet. Die komt eraan, geloof ik. Ja, klopt. Die loopt hier al rond. Ja. Zelf bijna de hele wedstrijd gespeeld. Hoe ging het? Ik denk vanaf de 25e, 30e minuut of zo dat ik erin moest. Aan de ene kant blij natuurlijk dat ik minuten krijg, dat ik kan laten zien wat ik kan. Voor Fasjat is het natuurlijk even een domper. Ja, we moeten even kijken hoe het met hem gaat. Het is natuurlijk nooit leuk als je geblesseerd eraf moet. Maar goed, zei je. De tweede helft, er komt gewoon veel feller uit die kleedkamer. Is er wat gezegd of tactisch aangepast? Nou, eigenlijk niet. Wat ik net al zei, trainer hamerde op dat we gewoon geduldig moesten blijven en niet in het mes lopen bij hun. Hun hebben natuurlijk ook veel energie in die eerste helft gelegd. Misschien dat hun bij hun een beetje de tank leeg begon te raken. Wij namen het goed over en het is jammer dat we niet echt een goede kans gecreëerd hebben om te scoren. Ja, maar die 10 punten heb je alvast in de zak? Ja, zeker. Natuurlijk gaat het hartstikke goed wat dat betreft. Daar mogen we best een beetje trots op zijn, denk ik. Volgende week zien we wel verder. Conclusie, weer een puntje erbij? Ja, klopt. Allebei gepromoveerd en we houden NEC achter ons. 10 punten uit de eerste 5 wedstrijden. Dus ik denk dat het gewoon een goede start is. Ik denk dat we gewoon tevreden kunnen zijn. Op naar Feyenoord.